inmiddels is Tintin al een paar weken in de bios. En een hoop mensen hebben hem waarschijnlijk al gezien. Dus daar kunnen we even in alle vrijheid op terugblikken. Het is Kuifje en hij heet Bobby. Beest heet geen Bobby, gast heet geen Kuifje. Dat was in Nederland zo. Hij heet Tintin. Oké, zijn hond heet nu Snowy. Logisch. Ja. Die shit die is vertaald uit het Frans. Ja. Het is nog Kuifje, nog Snowy, nog whatever, weet je. Dus het klopt allemaal per definitie. Het maakt helemaal niet uit. Dat was mijn punt, ja. Wat is de deal met Kuifje? Wat is dit voor film, verfilming, animatie, ding, unit, constructie? Dit is een animatiefilm waarbij ze gebruik hebben gemaakt van motion capture. Dus in feite komt het erop neer, alles wat je ziet is nep. Wat ik echt zwaar indrukwekkend vond, want sommige dingen die leken gewoon echt heel erg echt. Het is een film van Steven Spielberg. Hoera, de man is terug. Want na Indiana Jones en The Crystal Skull voelde ik me echt geassred door die meneer met de baard. Maar met Tintin is hij terug. Ja, want laten we even heel snel een lijstje opnoemen voor de mensen die Steven Spielberg niet kennen. Saving Private Ryan, Band of Brothers, Indiana Jones. E.T. Jaws, fucking Jaws. Close Encounters of the Third Kind. Met een hele eigen stijl en een eigen blauwdruk die hij op films legt. Wat is dat eigenlijk voor stempel en blauwdruk die hij erop legt? Stempel drukken op. Blauwdruk. Maar hij werkt dus in deze film samen met een andere meester, Peter Jackson, dat is de regisseur van Lord of the Rings. Dus je krijgt een soort ultimate team tussen Peter Jackson, die zeg maar visueel die porno gewoon kan maken, zo mooi als het is. Ja. En het verhaal en de ziel legt onze grote held Steven Spielberg eraan in. Ja, zo'n beetje. Je krijgt een soort porno met een goed verhaal. Komt er feitelijk wel op neer. Hoe de fuck komen zij op Kuifje eigenlijk dan? Nou, Steven Spielberg die maakte die Indiana Jones films en die zat eens een keer bij een persconferentie. En iemand stelt aan Steven Spielberg de vraag, je hebt die shit gejat van Kuifje. Hij heeft Indiana Jones gejat van Kuifje. Ja, man, al dat avonturen gebeuren en die landkaart en allemaal dat soort dingen. En Steven Spielberg had zoiets van, nou, ik weet niet eens wie de fuck is Kuifje. Dus hij is het gaan lezen en toen had hij zoiets van, dit is eigenlijk wel tof. Die shit is zo oud, maar hij heeft zo'n indruk gemaakt en zoveel mensen hebben die strips in hun jeugd of later gelezen. Dan is het tegelijkertijd ook extreem riskant om daar wat mee te gaan doen. Want iedereen heeft daar zijn eigen idee en zijn eigen gevoel bij. En dat staat als een huis. En dan kan je, daar kunnen die twee mensen wel een eigen interpretatie van geven. Maar dan ga je altijd mensen voor de schenen trappen. Ja. De intro van de film is ten eerste heel stijlvol. Ze gaan van die hele oude stijl, heel langzaamaan leiden ze je in naar die nieuwe stijl. Want op het moment dat je voor het eerst Kuifje ziet, dan heb je wel even een schok. Dan heb je wel even hier moet ik aan wennen gevoel, weet je wel. Ja, het Kuifje is echt levensecht, maar ook weer niet. Dus aan de ene kant hebben ze het geanimeerd zodat het echt lijkt alsof die kleding klopt, omgeving klopt, lucht klopt, alles klopt. Ja. Maar sommige gelaatstrekken zijn zwaar overdreven, zodat het wel die Kuifje feel houdt. Maar als je in die ogen kijkt van Kuifje, zoals die geanimeerd is, is echt werkelijk waar eventjes een shock. Het is gewoon echt, het is heel mooi, maar heel weird. Op een gegeven moment ben je ook wel beter gewend aan en dan let je er niet meer op. En dan word je in die awesomeness opgezogen. Want doordat het een animatiefilm is, kunnen ze eigenlijk van allerlei gekke filmhoeken en insteken gebruik maken die het echt helemaal niet kan, weet je wel. En daar maken ze ook geregeld gebruik van om je echt behoorlijk van je stoel af te blazen. Er zitten een aantal actiescènes in, dan ben je gewoon bijna blij dat het afgelopen is. Want het is gewoon zo'n overload aan awesome dingen die achter elkaar gebeuren. Dat valt gewoon bijna niet op een andere wijze te doen dan in zo'n animatiefilm. Ja. En er is één overgang, die blijft me echt mijn hele leven bij. Hm. Waarbij dat een driemaster schip door de woestijn, door het zand beukt. Op een gegeven moment verandert dat zand verandert in water. En het is gewoon zo ongelooflijk mooi gedaan. Ja, je hebt Pixar en dan animatiewereld, Pixar van Toy Story en de hele shit, zeg maar. En aan de andere kant heb je DreamWorks. En dat zijn twee powerhouses die altijd elkaar de loef proberen af te steken en te laten zien van, wij hebben de meest awesome animatietechniek ever in the world. Zo groot als lul. Ja. Er is altijd wel een dingetje waarmee ze kunnen opscheppen. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld met Monsters Inc. was dat haar. Het grote blauwe beest had realistisch haar. En dat floten en dat zweefde. En er is altijd zo'n ding waarvan je dan denkt, wauw. Dat is vet gedaan. Bij Rango was het weer het zand. Dat zand was awesome. Dus dan koop je een film omdat er awesome zand in zit. Ja. En waarom ga je Kuifje kijken? Omdat er awesome alles in zit. Alles. Het punt met Kuifje is, ze overtreffen werkelijk waar iedereen met deze animatietechnologie. Mm. Het ziet er reetstrak uit. Het is heel realistisch. Ja. Het is zelfs zo realistisch dat je dan een beetje dat Uncanny Valley effect krijgt. Het komt erop neer dat iets levenloos zo sterk op echte mensen lijkt, dat er een soort dip komt, die valley, van een afkeer. Mensen die vinden dat gewoon een beetje eng als er een zieloos iets
terugkijkt naar ze. Maar goed, bij Kuifje valt het reuze mee hoor. Want ten eerste zit er veel humor in. Er is veel actie. En die gelaatsuitdrukkingen die zijn allemaal zwaar overdreven. En neuzen zijn groot en oren zijn groot. Precies zoals het is als in de strip. Alleen dan met een vleugje realiteit. Maar het rest eigenlijk nog één vraag. Is Kuifje gay? Want ik zie hem nooit met bitches, weet je. En hij woont alleen, heb ik in zijn appartement gezien. Met alleen zijn hond Bobby / Snowy. Ja, hij heeft het druk. Misschien heeft hij een computer. Misschien heeft hij zich aangemeld bij een datingsite. Dit is allemaal informatie die wij niet kennen. Oh, nee, dat kan het helemaal niet. Want het is, ja, tuurlijk. Kan wel helemaal. Hè? Misschien heeft hij een ad in de newspaper of zo. Volgens mij was er een psycholoog geweest die echt het helemaal had geanalyseerd. En die kwam tot de conclusie dat alles wat in de wereld van Kuifje zit, is geïnspireerd op de jeugd. Op de jeugd van Hergé. En, en als kind ben je in feite aseksueel. Ben je niet bezig daarmee. En dat is Kuifje dus ook niet. En dat was de verklaring voor de totale afwezigheid van romances in het leven van... Ja, het kan mij eerlijk gezegd ook geen reet schelen. No pun intended. Nee, inderdaad. Het maakt allemaal geen fuck uit. Die film is nog steeds... staat als een huis. Hij heeft visual effects om echt je vingers bij af te likken. En zowel Kuifje-fans als niet-kenners worden door deze blockbusting awesomeness van hun stoel geblazen. Waar komt eigenlijk het woord blockbuster vandaan? Hoekjes, knaller, wat is het? Flower day. Wijken op één... Nee? Maar wat wel in ieder geval zeker is, qua blockbusting money-making shittle... Mm-hmm. Is dit wordt gewoon een nieuwe serie voor Spielberg. Oh, je gaat er echt nog wel een stuk of 2, 3, 4 van uitkomen. Ja, ik mag ook best. Vond ik helemaal niet. Vind ik helemaal niet erg. Mooi bier. Nee, vind ik niet erg. En nog even wat anders. Dit is, heeft iets te maken met straaljagers. Oftewel Ace Combat. Awesome. Ace Combat, ligt een tijdje in de winkels. Denk aan de Ferraris, maar dan in de lucht, dat idee. En dan lekker racen. De Need for Speed van the Skies, zo mag je het ook wel noemen. Ik vind het een vette game, dat is echt iets voor mij. Ik ben opgegroeid met Afterburner en dit is echt shit. Ja, en Ace Combat, die serie bestaat ook al echt heel, volgens mij al 15 jaar. Awesome. Anyways, we hebben er eentje voor je om weg te geven. Hoe maak je kans op die shit? Door het antwoord te geven op de volgende vraag. Die we nu even gaan verzinnen. Hoe lang is de lul van Origin die je geassraped heeft? Check de review van vorige week en doe een gok. In centimeters graag. Inches mag ook. Wordt moeilijker. Ach man. Nanometers mag ook. Omrekenen.